Een brandweerwagen heeft zich woensdagmiddag vastgereden op een modderig pad in de buurt van het Esp in Eindhoven. De wagen was kort voor 2 uur opgeroepen om de ambulancedienst te assisteren bij een lastig bereikbaar meisje dat van haar paard was gevallen. De brandweerauto gleed echter weg en groef zichzelf tientallen centimeters diep vast in een dikke laag modder. De brandweerlieden hebben nog geprobeerd om de wagen zelf los te krijgen, maar dat mocht niet meer baten. Een boomrooibedrijf uit Zonnebreugel, dat bij de brandweer bekend is, werd opgeroepen. Een zware shovel van het bedrijf wist de brandweerwagen uiteindelijk los te trekken.